Goedemiddag allemaal. Hoi. Jullie wilden heel graag hoi zeggen. En ze heeft haar heel leuk, dus dat wilde ze ook even laten zien. Het is 11:45, dus even kijken. Oh nee, ik zit wel op mijn goede account. Soms twijfel ik. Maar dat hoeft niet. Het is 11:45, het is vrijdag. Dus we hebben Freedom Friday. Uit om het daar met jullie over te hebben. Even kijken, als het goed is. Ik heb ja gezegd. Toch? Ja, Andrea is. Yay, there she is. Yes. Hallo. Lekker smooth. Oh, de tuinslang hangt in beeld, zie ik. Nou ja, boeien. Ik heb heel veel herrie op de achtergrond, dus ik hoop dat het meevalt, want... Ik heb iemand die is dakgoot aan het, hoe noem je dat? Pijpen? Ja, ook. En daarna aan het lassen, dank u. Oh, lassen, ja. Ja, en ik heb twee kinderen die in en uit lopen. En ik kan niet buiten zitten dus, want er is de hond van de buren die blaft de hele tijd. Dus, nou, we gaan kijken. Het is lekker druk. Maar goed, we zijn er. Jij bent er, ja. Jij zit lekker buiten. Ja. Heel chill, ja. Uiteraard. Ja, wel. Uiteraard. Maar vanmorgen was het fris. De herfst is in aantocht. Ja. Wat goed. Wat goed. We zijn er. Ja. Yes. Alright. Met een superleuk onderwerp. Ja. Ja, dat en... op, dankzij een vraag van iemand... En dat is zo leuk. Ja. Dus als er mensen zijn die vragen hebben, stel ze ons. Ja. En wie weet, maken wij er een mooi onderwerp omheen. Ja, precies. Want dat was nu ook. Zij stelde, een van onze kijkers, die stelde de vraag aan jou. En dan zaten wij een beetje over te borduren van, nou, is dat leuk? En dat gaat leuk worden. Dat werd heel leuk. Ja. Ja, ik wou zeggen dat werd leuk. Ja, maar het moet nog leuk worden. Wij vonden de voorbespreking al leuk, laat ik het zo zeggen. Ja, toch? Wij proberen dus altijd niet te veel voor te bespreken. Nee. Maar vanmorgen moesten we nog eventjes, want we hadden alleen het onderwerp. En voor de rest hadden we nog helemaal niks. Nee. Maar toen moesten we dus oppassen dat we niet te veel gingen voorbespreken. Want dan is dit gesprek niet meer leuk. Nee. Ja, en de titel, Living Abroad. Ja, dus het gaat over in het buitenland zijn, wonen... voor mij geldt natuurlijk niet wonen, maar ik ben gewoon veel in het buitenland. Jij woont in het buitenland. En we gaan het hebben over de taal, maar we gaan het ook hebben over cultuur. Ja. En over gewoontes die je wel of niet aanneemt. En hoe erg we ons aanpassen. Dat is denk ik zo'n... een leuke... Hele mooie. Hele mooie inleiding. Ja, dank je. Ja, dank je. Ik slinger hem zo uit mijn mouw. Ja. Ja. Dus, laten we het gewoon bij het begin beginnen. Want, wat doet het met ons dat we in het buitenland wonen? Hè? Qua taal en qua verstaanbaar zijn en onszelf verstaanbaar maken. Wil jij er iets meer... wil jij hem aftrappen? Ja. Ja, het is wel een dingetje, moet ik zeggen. Dat was het niet. Toen we in Oostenrijk woonden, ging dat eigenlijk heel smooth. Ik bedoel, Duits, Nederlands, dat is wel oké. Okay. Ook al spreek je geen Duits, dan kom je in een heel end. Ja, ja. Maar Portugees is net even anders. Net even lastiger. Ja. En, een hele andere strekking ook, hè? Een hele andere tongval. Er zitten klanken die ik niet eens ken. En ik woon hier nu 2 jaar. En nu krijg ik af en toe dat de juffrouw zegt op onze Portugese les... Ja, precies! Zo! Ja. Oh! Denk jij dan? Ja. Dat is wel een dingetje. En... ik moet ook zeggen, hier moet ik er echt heel erg hard aan trekken. Ik moet er heel erg hard aan trekken om het onder de knie te krijgen. Deels is dat omdat ik het moeilijk vind en de motivatie daardoor wat naar beneden gaat.
Ja. Anderzijds ben ik ook minder gedwongen om het te leren, omdat ik geen baan heb waar ik me omring met Portugezen. Ja. Dat deed ik in Oostenrijk wel. Ik had binnen no time had ik een baan en moest ik, nou ja, solliciteren in het Duits. Ik moest de hele dag Duits praten. Ja. Dan word je ook wel gedwongen om het sneller te leren. En dat heb ik nu niet. En ik merk dat daar een heel groot verschil in zit. Dus dat er meer van mezelf gevraagd wordt. Ja. En dat vind ik best lastig. Ja, en de urgentie is er dan ook af, hè? Kijk, als je moet, als je een baan hebt, wat jij zegt, of je bent de hele dag met Portugezen bezig, dan ben je gewoon verplicht om het heel snel te leren. En nu, hey, je hebt daar ook Nederlandse mensen om je heen. Ik weet niet hoe het met Engels zit. Want ik heb ervaren dat Portugezen niet altijd Engels kunnen. Ja, in de Algarve waar we zaten op een gegeven moment wel hoor. Daar kan iedereen Engels eigenlijk. Ja. Al dan nou, niet controle, maar... Wij hebben een Portugese buurman die al wel een beetje op leeftijd is. Maar die heel goed Engels spreekt. Oh. Dus daar worden we ook niet gedwongen, zeg maar, om het dan anders te doen. En in bijna iedere winkel waar je komt, is wel iemand die Engels spreekt. En dan zeggen ze van tevoren, want ik vraag het altijd wel heel netjes. Want als ze, je hoort ook wel eens dat ze het vervelend vinden. Ja. En, tenminste, dat hoor ik dan van anderen. En dan denk ik van, ja, ik vind het wel netjes om te vragen of dat er iemand is die Engels spreekt. En als ze zeggen van, nee, dat doe ik niet. Dan probeer ik me dus te redden met behulp van Google Translate. En, nou ja, de weinige dingen die ik weet. Of met handen en voeten. Ja. Maar ik moet zeggen, eigenlijk altijd op het moment dat je het vraagt van, joh, spreek je een beetje Engels? Dan krijg ik altijd het als antwoord, heel klein beetje. Ja. Als je dan eenmaal gaat praten met ze, dan is dat kleine beetje echt best nog wel oké. Ja. Maar dat zijn wel allemaal dingetjes waardoor je niet gedwongen wordt om het te spreken. En ik moet zeggen, de oudere mensen hier in de dorpen, die spreken het uiteraard niet. Nee. En hier in de straat hebben we ook een aantal oudere mensen wonen. En ik zeg ook iedereen, wat zou het leuk zijn als ik gewoon even een praatje met ze zou kunnen maken. Ja. Maar op een of andere manier is die urgentie er dan niet zo hoog dat ik denk van, en nu ga ik dan, er zijn altijd allemaal andere klusjes die ik dan toch eerst belangrijker vind. En dan 's avonds denk ik van, ja, ik heb weer niet echt iets geleerd met Portugees. Ja. Dus onze Portugees les is heel fijn. Alleen die heeft nu een pauze. Dus nu word ik de komende maanden uitgedaagd om toch zelf te doen. En ik wil het heel graag. Maar het ook doen, dat is een tweede. En misschien door het nu uit te spreken. Heb je ook niet, want dat heb ik dan altijd. Maar misschien heb jij dat helemaal niet. Dat bedenk ik me nu hoor. Heb je ook niet zo van, ja, ik ben het ook verplicht aan het land om het wel gewoon te spreken. Omdat ik hier wil wonen. En ja, precies. Ja, want dat heb ik allemaal dus. Het zit allemaal in mijn hoofd. Alleen de uitvoering, daar gaat het dus mis. Oh, oké. Ja, want dat merk ik dus. Dat ik denk van, ja, weet je, als ik zometeen stel wat het dan ook gaat worden. Dan heb ik wel heel erg de urgentie dat ik denk, ja, maar ik wil het wel goed kunnen spreken. Omdat ik het vind als je ergens woont. Dat je de taal moet kunnen. Maar dat is een beetje mijn overtuiging. Ik heb namelijk ook een oordeel over mensen die in Nederland wonen en niet normaal Nederlands kunnen. Weet je wel? Nou, weet je, als ze hier net wonen, heb ik het. Ja, precies. Dat bedoel ik niet, hè? Maar als ze dan zeggen, ja, ik live 12 years in Holland, dan denk ik, ja, why don't you speak Dutch then? Ik ben het helemaal met je eens. Ja, maar goed. Dus ik, misschien door het nu uit te spreken, komt er urgentie op te liggen. Ja, want ik vind er iets van. Nee hoor, nee. Nee, maar Portugees is wel echt moeilijk. Want ik heb zelf Spaans gehad een heleboel jaar. Ja. En daar bak je niks mee in Portugal. Daar kun je echt niks mee. Nee. Dus er zijn een paar
paar overeenkomsten, maar er zijn ook zoveel meer verschillen dan dat. Het is echt... Ik vind het net Russisch lijken als ik het hoor. Ja, maar dat is het ook. Het is ook een Spaans met een Oost-Europese tongval, hoor. Het is echt... Ja, nee, mee eens. Maar hoe doe jij dat dan? Ja, nou ja, ik wou zeggen, hoe doe jij dat? Want jij bent iedere keer op reis, iedere keer in een ander land. Ga je dan iedere keer in dat land toch iets mee doen? Nou, ik merk dus wel, in Portugal had ik die behoefte helemaal niet, hoor. Want net wat ik zeg, wij zaten natuurlijk langere tijd in de Algarve. Met ook heel veel buitenlanders. Ook voornamelijk veel Duitse en Engelse. Dus ja, weet je, ik kan gewoon wel redelijk Duits. Ik kan gewoon Engels natuurlijk. Dus dan, ja, die is die noodzaak er niet. Dat heb ik dan ook. En ik wist ook niet zo goed... of we nou daar gingen blijven. Dat was het ook. Dat ik dacht van ja, ik ga daar niet te veel energie in steken. Nee. Zweden had wel meteen mijn hart gestolen. Dus ik zat ook geloof ik in de tweede week al aan de Zweedse les. Omdat ik gewoon... Ja, ik vind het gewoon echt heel leuk. En ik moet zeggen, jullie, onze dochter, die vindt het heel leuk. Dus die zit, die heeft geloof ik nu haar derde Duolingo-account opgestart. Omdat ze die andere twee helemaal uitgespeeld heeft. En dat is grappig, want het is dus Engels-Zweeds, weet je. Het is niet Nederlands-Zweeds. Dus ze moet eerst dan in het Engels het gaan vertalen. En nou ja, dat kan ze gelukkig. Ja, en we hebben natuurlijk best wel wat mensen die, Nederlandse mensen die Zweeds spreken ook. Dus daardoor, ja, dan kan je eens een keer wat toetsen. Dat is gewoon leuk. En ik vind Zweeds, het is een hele rare taal. Want het, eigenlijk klopt er niks van hoe ze het schrijven en uitspreken. Want dan denk je als je iets leest van, nou ja, hier gaat het over. En dan ga je het proberen te vertellen. En dan zitten ze je aan te kijken van, nee, je spoort niet. Wat zeg je nou allemaal? Maar... Nou ja, die klemtonen die liggen ergens anders. En G is geen J, want het is een. Of G is geen G, want dat is een J. En SK is een J. En nou ja, weet je, allemaal. Het slaat helemaal nergens op. Dan denk ik, ja, en dan hebben ze een A met een O erboven. En die spreken ze uit als O. En dan denk ik, maak er dan een O van. Ja. Weet je? Ja. Nee. Ja, maar het is een. Wow. Ah, oké. Ja. Dus dat soort dingen. En dat is echt heel grappig. En als ze het heel erg met je eens zijn, dan doen ze dit. Oh, echt? Ja. En dan weet je, als ze dat doen... Nou, ik ben goed bezig. Ja, dit houden we vol. Ja. Dus ja, nee, ik vind Zweed wel heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Maar als jullie in een... Spreken jullie altijd met elkaar alleen Nederlands? Of lassen jullie ook wel eens een uurtje bijvoorbeeld Zweeds of Engels praten in? We hebben het heel lang hebben dat wel gedaan. Oh, echt? Ja. En dat was voornamelijk, wat ik zei, jullie vindt Engels heel leuk. Die kan ook echt wel goed Engels. En Ben, die wil het graag leren. Dus dan deden we inderdaad met eten, spraken we dan alleen Engels. Oh ja. Om het, zeg maar, eigen te maken. Ja. En om een, gewoon een gezellige manier Engels. Maar nu doen we dat niet, hoor. En Zweeds daarvan, daar weet ik nog te weinig van. Nee. Weet je, ik heb woorden, maar ik kan nog geen zin maken. Nee, ja, dat herken ik. Dat is met Portugees ook, inderdaad. Woordjes ken ik een aantal. Ja. Maar niet het maken van een zin is echt lastig. Ja, en Zweeds... is natuurlijk ook zo groot, hè? Dus ze hebben ook ongeveer op iedere 200 kilometer hebben ze weer een ander dialect. Oh ja. Dus dan denk ik dat ik Skogen is een bos, zeg maar. Dus dan denk ik, oh, nu heb ik het. Maar dan zeggen ze iets verder, zeggen ze Skogen. Ja. En dan denk ik... Een beetje kwijt. Ja. Oké. Nou ja, goed. Kan ik eindeloos over lullen. Veel te leuk. Maar het ging natuurlijk ook over, zij had een vraag ingestuurd. Hoe wij dat deden, hoe we ons... Wat was de exacte vraag? Je hebt het opgeschreven. De vraag is, zijn jullie in het buitenland helemaal jezelf? Als jullie met andere mensen zijn? Of passen jullie je aan de onderwerpen, sfeer en taal? Juist, dat was het, hè? Dat was de vraag. Ja. Dat was de vraag. En, dat was de vraag. We hadden daar vanmorgen al een heel leuk gesprek over. Ja. En daar zaten wij ook verschillend in. Dat was ook al grappig. Ja. Want ik,
Ik heb heel erg, in Oostenrijk merkte ik heel sterk dat ik mijn eigen aanpaste. We hadden wel een aantal Nederlanders waar we regelmatig contact mee hadden. En dan was het oké, dan was ik mijn Nederlandse zelf. Ja. Maar bij heel veel Oostenrijkers, de cultuur is anders. Het doen en laten, en daar paste ik me aan. En dat vond ik lastig. En gaandeweg vanmorgen dat ik daarover nadacht, dacht ik van ja, ligt dat dan aan het land? Ligt het aan mijn eigen ontwikkeling? Want ik ben daar de afgelopen jaren ook wel heel erg mee bezig geweest. En mijn conclusie was al dat het een beetje beide is. Toen ik nog in Nederland woonde, was dat echt wel mijn ding. Ik paste me gewoon aan de mensen om me heen. Ik ging graag op in de groep. En op het moment dat wij verhuisden, waren wij veel meer op onszelf. Wij hadden ons eigen ding. Maar daardoor ontwikkelde ik ook wie ik was. Ja. En was ik eigenlijk mezelf. Maar daardoor was ik me veel meer bewust, als ik bij anderen was, hoezeer ik me aanpaste. Dus daar had ik last van. Ja. En dat was een hele grappige achterliggende ontdekking eigenlijk bij deze vraag. Want ja, ik pas me aan. Dat doe ik hier ook. Als ik met een Portugees praat. Ik weet dat Portugezen, Oostenrijkers, ze zijn niet zo direct als wij Nederlanders zijn. Dus daar hou ik dan toch een beetje rekening mee. Ja. En ja, dat zijn van die dingetjes. Ja, je past je wel een beetje aan de cultuur. Maar wat ik wel fijn vind, want jij zei het al, ik heb ook Nederlanders om me heen hier. En het is echt niet zo dat ik de hele dag alleen maar bij Nederlanders zit. Maar het was voor mij wel een ding die ik echt geleerd heb vanuit het Oostenrijkse. Ik heb het nodig om in mijn eigen cultuur, klinkt zo raar, maar wij Nederlanders zijn nou eenmaal anders dan in een heleboel andere landen. En dan is het gewoon wel fijn dat als je met mensen communiceert, dat je dat ook soms gewoon even los kan laten. En dat je gewoon je Nederlandse ik kan zijn. Ja. Ja. En dat is wel iets wat ik heel fijn vind, merk ik. Ja. 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 Ja, dat is even een heel korte strekking van ja, ik pas me wel aan. Ja. Ja, ik heb dat dus nog niet geleerd. En daar hadden we het ook over. Dat ik juist, toen wij nog vast in het systeem zaten, zeg maar in ons huis, huisje, boompje, beestje, schooltje. Dat ik toen anders was dan nu. En dat ik nu meer mezelf ben. En toen zei ik ook tegen jou vanochtend van ja, is dat dan omdat ik ook gewoon weer weg kan rijden? Ja, het past me niet. Ik ga weer. Dat weet ik niet hoor. Nee, ik denk het niet. Ik zei wel tegen jou, ik kan wel iedere keer opnieuw beginnen natuurlijk. Hè? Als ik weer nieuwe mensen zie, dan ik merk dat ik het heel prettig vind om gewoon te zijn wie ik ben natuurlijk. Hè? Dat is logisch. Dat je gewoon jezelf kan zijn. En als mensen daar dan op aanhaken, dan merk ik ook dat het meteen een soort diepere laag krijgt, weet je? Als dat je net heel oppervlakkig houdt. Ik weet niet of ik nu heel helder ben, hoor. Maar, ja, maar ik snap precies wat je bedoelt. Ja, en daardoor dat vind ik wel. Ja, dus nu hebben we veel meer diepere contacten, zeg maar. Ondanks dat we heel veel mensen zien, hebben we nu wel echt met bepaalde mensen een enorme klik. Omdat ze op één lijn zitten. Ze hebben dezelfde levenshouding, filosofie. Ja. En omdat je dus jezelf bent en omdat dat meteen op tafel komt of zo, ik weet niet, ik ben daar niet heel ingewikkeld in. Natuurlijk kijk ik een beetje de kat uit de boom, maar ik ben wel snel dat ik vertel hoe ik erover denk, zeg maar, en wat ik ervan vind. En ja, ik merk dat mensen dan of afhaken, en dat is ook best, weet je, daar voel ik dan niks bij. Maar ook mensen die dan wel aanhaken. Dan denk ik, oh lekker, weet je wel. En dan ga ik helemaal, dan ga ik helemaal los. Dat vind ik fijn. Ja. Dus ik ben nu veel meer mezelf dan toen we nog helemaal vast zaten. Ja. Wat jij zegt, herken ik wel. Maar grappig genoeg heb ik dat dus bijna alleen maar met buitenlandse
mensen die niet hier in het land wonen. Ik kijk nu even puur naar Portugal, zeg maar. Ja. Ja. Als ik contact heb met een Portugees, dan doe ik dat op een andere manier dan als ik contact heb met een buitenlander die hier woont. Want 9 van de 10 mensen die uit het buitenland hier naartoe komen, die zijn hier met een bepaalde reden. Ja. En die hebben heel vaak dezelfde gedachtegang. Ja. Maar ik merk dat ik dat bij de Portugezen nog heel lastig vind om af te tasten of zo. Dus dan past ik heel vaak wel meer aan in wat bedeester in. Dat is, want Zweden wordt natuurlijk ook wel het Zuid-Europa van het noorden genoemd. Hè? Ook qua werkmentaliteit en qua mensen. Ze zijn wat terughoudender, ze zijn niet zo outgoing. En dat zei ik vanochtend tegen jou. Ik hoorde dat de Zweedse buurvrouw zeg maar een nieuwe baan had. En daar hadden we kort over gesproken, wat ze dan ging doen toen we de hond gingen uitlaten. En ik ben dan, oh, wat ga je doen? En, oh, wat leuk. En, oh, wat ga je daar voor werk doen dan? En zij was heel, heel, zo van, ja, jij vraagt dat zomaar allemaal aan mij. En ik dacht van, ja, maar ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd. Oh, waar? Ja, ze ging van vrachtwagenchauffeuse naar de gravenverzorger op de begraafplaats. Nou, dan denk ik, wat gaaf dat je dat doet. En ja. Wat zit daarachter, weet je? Zo. Nou ja, dus ze was ook een beetje gespannen, dat vertelde ze. Of ik vroeg dat, dus ze zei, ja, wel een beetje. Nou, oké. Okay. Dus een paar dagen later zag ik haar. En dat was dan ook haar eerste dag. Dus ik riep haar ook toen ze hier langs liep. Ik zeg, hey, hoe was je eerste dag? En het was meteen een beetje terughoudend. Toen dacht ik, oh ja, maar ik ben alleen maar oprecht geïnteresseerd. Ja. Ja, en ik weet niet of ik dat ga aanpassen, weet je? Want het is... Nee. Misschien vinden ze het ook wel nieuwsgierig. Dat weet ik niet. Misschien vinden ze me wel een beetje... Ja, wat denk je wel niet? Ja. Weet je? Alleen, dat is dan wel weer grappig. Wij zijn dan misschien direct. Maar als ik hoor hoe je hier in Zweden achter mekaars dingetjes kan komen door alleen een kenteken in te voeren van iemand, zeg maar. Oh ja, iedereen ja. Heeft dat gaat app. Ja. Achterbak, zeg maar. Ja, dan kan je gewoon exact zien hoeveel auto's iemand heeft en hoeveel huizen en de waarde. Ja, kan je allemaal opzoeken. Ja. Oh. Ja, en dat is dan weer de andere kant. Dan denk ik, nou, dan heb ik liever dat iemand een keer iets aan me vraagt dan dat ze het gaan opzoeken. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Maar dat vind ik sowieso. Ik vind het sowieso fijn om daar ja, gewoon open over te zijn en vragen over te stellen. Maar dat is bijvoorbeeld wel grappig. Toen wij in Oostenrijk kwamen. In Oostenrijk is het dus heel normaal om over geld te praten. Oh, ja. Dus ja. Toen wij dat huis gekocht hadden. Nou ja, iemand die we nauwelijks nog kenden was gelijk. Oh, hoeveel heb je voor het huis betaald? Oh, ja. Terwijl in Nederland ga je dat. En wij hadden echt zoiets van. Ja. Ja. Ja, maar dat doen ze in Nederland dus weer niet. Weet je, in andere landen praten ze veel makkelijker over geld dan in Nederland. In Nederland is dat echt een ding. Ja, en daar ga je niet over praten. Nee. En... Maar dat zijn wel dingen waar je... Ook daarin heb ik me wel een beetje aangepast. Want ik heb daar... vanuit vroeger had ik daar echt wel een dingetje mee. Ga dat toch niet zeggen of hoeveel dat je verdient. Dat was gewoon een hele normale vraag in Oostenrijk. Van, oh, hoe verdien je dan? Ja. Weet je, in Nederland, nou, dat vraag je toch niet? Ja. Maar ik ben daardoor wel makkelijker. Dus ook daarin heb ik me wel wat meer aangepast. Ja. En hoor ik mezelf nu ook wel eens een vraag stellen. Dan denk ik van, oh nou, dit zou een Nederlander misschien... Ja, maar dat is wel leuk. Want dat herken ik ook wel. Mensen zijn best wel ook open van, oh nou, dat is een beste camper. Weet je wel, op die manier. Wat kostte die? Zo. Ja. Ja. En dan hoor ik mezelf altijd zeggen, ja, maar ik heb geen huis meer. Nee. Weet je? Ja, je gaat jezelf downsize, ja. En dan denk ik, oh, ja. Maar misschien is dat een leuk onderwerp voor de volgende keer. Geld, denk ik. Stond nog wel op het lijstje. Ja, dat is een hele goeie. Daar gaan we het ook een keer over hebben. Ja. Ja, daar gaan we ook. Ik ben nog wel nieuwsgierig wat... waar jij echt je heel makkelijk in hebt gevoegd, zeg maar, in Portugal. Is daar iets dat je denkt, nou, dit is zo'n gebruik of zo'n...
normaliteit hier, dat was de past perfect. Ja, het eten. Het eten. Nee, sorry, maar ik ben een Bourgondier. Maar dat hebben wij in Oostenrijk altijd een dingetje gevonden. Eten deed je gewoon even. Maar zijn van het gezellig eten. Ja. De tijd nemen. Even zitten met het gezin. Ja dat gebeurt bijna niet. En als er dus iets... Lin ging naar de kleuterschool en dan werd er iets georganiseerd. Het was altijd rond etenstijd. En dan hadden ze iets... Oh, nou, dan kunnen we niet. Dus het voelde voor ons als een opoffering om dan... En wij voelden daar echt in dat wij daarin alleen stonden. En hier in Portugal is het belangrijk. Ja. Dat is echt. Ja. En daar heb ik geen moeite mee gehad. Oh, mooi. Ja. Ja. Ja, maar in Portugal kan je ook gewoon lekker eten. Ja. Wij ontdekken. Buiten de deur, zeg maar. Kan je gewoon echt lekker. Voor een fatsoenlijke prijs. En inderdaad, waar jij ziet, is het waarschijnlijk weinig. In de Algarve is het natuurlijk echt wel dat is andere. Ook daar hebben wij fantastisch gegeten. Nou, dat hoef je hier in Zweden niet te doen, uit eten. Want je krijgt hier pizza of kebab. En dat zit. Echt? Ja, een beetje wel, ja. Ik heb een familie in Zweden. En wij zijn daar wel eens uit eten geweest bij een Chinees of zo, volgens mij. Ja, dat hebben ze hier maar ook Maar dat veel. Was ook de enige keer, want er werd altijd thuis gekookt. Ja, wij... Albert, die had het idee opgevat om met mensen hier uit eten te gaan. Ik zei, nou, ik wil niet uit eten. Ik kan zelf veel lekkerder koken, als ik heel eerlijk ben. En daar waren ze het allemaal roerend mee eens. Dus ik ga straks gewoon eten. Koken. Oh, leuk. Maar dat is heel leuk. Dus uit eten hoef je in Zweden, tenminste als je van gezond, lekker eten houdt, dan hoef je dat hier in Zweden niet te doen. En dat begrijp ik niet, want daar hebben we het ook wel eens over gehad. Want ze hebben hier alles, hè? Alles is... Ze kunnen hier alles uit de natuur halen, weet je wel? Het is echt onvoorstelbaar. Maar goed. Maar daar heb ik dan weer niet aan hoeven wennen. De natuur hier in Zweden. Ja. De ruimte. Dat kostte geen moeite. En ook Zweden vinden het natuurlijk heel fijn om gewoon naar buiten te gaan. Ook als het regent. Weet je, ze zijn veel meer in de natuur. En als zij op vakantie gaan, dan pakken ze ook gewoon een tent. En dan gaan ze midden in de bossen kamperen. Of vissen. En weet je wel, dat soort dingen. En dat is iets waar ik echt niet aan hoef te wennen. Want dat vind ik ook niet gek. Dan denk ik alleen maar, oh ja, leuk! Ja, dat. Maar dat is eigenlijk onze natuur. Ja, dat is. Onze natuur het te zijn. Ja, en hier is het ook heel normaal om gewoon een bult gras voor je deur te hebben. En ik snap het, hè. In Zweden hebben we natuurlijk ontzettend veel ruimte. En Nederland kan, Albert had het opgezocht, 12,5 keer... In Zweden. Dus weet je, qua oppervlakte. Het is echt... wat dat betreft natuurlijk ook niet te vergelijken. Maar dat is iets waar... Ja, weet je... Wij moesten laatst in de vakantietijd... Moesten we even wachten om over te steken. Nou, en we zaten elkaar aan te kijken van... het is wel druk, hè? Ja, zeg Ben, ik zie 3 auto's. Ik zeg, ja, dat is waar. Het zijn maar 3 auto's. Maar dat is dan de grote doorgaande weg. Ja. We moesten even wachten met oversteken voor 3 auto's. Dan vinden wij het druk. Ja, nou maak je borst maar nat. Ja, dat denk ik ook. Maar het is wel grappig hoe snel je daar bent. Ja, dat klopt. En dat is dus fijn. Dat vind ik een fijn Hetzelfde. Ja, dat is natuurlijk in Portugal niet anders. Dus hier ook altijd rustig en in de natuur. En zijn de Portugezen ook veel meer... Op een of andere manier lijkt het wel alsof dat we dat een beetje kwijt zijn geraakt of zo in Nederland. Tenminste, zo voelde het voor mij. Ja, het is toch wel echt anders. Ja, mooi. Ja, super. Hebben we nog dingen... Nee, we hadden het alleen nog heel even over de taal gehad, hè? Wanneer dan iets eigen wordt. En misschien is dat leuk om... we staan hier bij een ontzettend leuk gezin. En zij is Duitse van oorsprong. En
We hadden van de week zaten we koffie te drinken en ze hebben twee zoons. En die ene zoon die vertelde, nou, ik heb in het Zweeds gedroomd. Die was daar helemaal van de leg. Van, wat gek hè, dat ik gewoon in het Zweeds heb gedroomd. Ja. En toen zei mijn moeder dus, van nou, toen ik voor het eerst in het Nederlands ging dromen, toen ze naar Nederland was verhuisd, toen ging ik ook in het Nederlands denken en werd mijn... werd mijn denken dus anders en werd het vernederlands en ging ik veel meer in het Nederlands doen. Dus dat had hij begin deze week verteld. En vanochtend zei hij dat hij inderdaad meer in het Zweeds gaat denken dan in het Nederlands. Ja. Dus misschien voor jou ook zodra je in Portugees gaat dromen, dan ben je dat er. Dat herken ik ook vanuit Oostenrijk. Ja? Op een gegeven ogenblik komt er zo'n shift dat je moet nagaan denken over hoe dat een bepaald woord in het Nederlands is. Ja. Omdat je dat altijd daar in de context gewoon in het Duits gebruikt. Ja. Ja. En dan weet je dat niet eens. En dan gaat het inderdaad, op een gegeven moment komt er een moment dat je niet meer gaat omzetten van het Nederlands naar het Duits. Maar dan gaat het automatisch in het Duits. En, maar dat, in Portugal gaat dat wel iets langer duren, denk ik. Daar komen we op terug. Ja. Ja, nou helemaal goed. Hey, ik denk dat we het volgende week gewoon over geld gaan hebben, of niet? Dat is een goeie. Ja. Gaan we gewoon doen. Dat spreken we nu af. Heb je een vraag over iets wat met geld te maken heeft? Je mindset over geld? Over, nou, misschien wil je wel een andere baan of weet ik veel. Misschien heb je zelf al wel een proces doorlopen waardoor je... heb kunnen loslaten of delen het. Misschien leren wij er wel weer van. Nou, zeker niet op het gebied van geld. Ik wou zeggen, daar hebben we nog een hoop te doen. Dus heb je zin om daar iets over te zeggen? Doe dat vooral. Ja. We zijn je heel erg dankbaar. En vinden we alleen maar leuk. En als je nou echt een heel goed statement hebt, dan misschien kunnen we wel gewoon met z'n drieën live. Dat is helemaal leuk. Ja. Vind je dat spannend, dan deel je het gewoon rechtstreeks. Het moet niet, maar het zou wel heel leuk zijn. Ja, ja, dat vinden we wel leuk. Ja. Hey, dankjewel. Ja. Buenos. Obrigada. Obrigada. Mucho obrigada. Ja, echt. Wij zeggen hier hey. Dat is veel makkelijker. Is dat, dankjewel. Hey, is hoi, hoi. Oh, oké. Okay. Ja. Maar dankjewel is tak. Ja, tak. Gewoon tak. Tak. Ja. Tak, ja. Is daar gedaan. Nou, oké. Okay. Hey, tak. Ja. Goed nou weekend. Weet ik niet wat ik terug moet zeggen in het Portugees. Dus ik zeg gewoon fijn weekend. Goed weekend. Tot volgende week.